Yo, kijkers van IMT, we hebben een nieuwe aflevering van GTA 3. We gaan weer verder met de A-missies, Paparazzi Purge. Even kijken wat het gaat worden. Has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Oh, we gaan de politie etteren. I like that idea. Ik moet eerst een policeboot hebben. Press the red or F button. Wat is een red button? Ik heb geen flauw idee wat een red button is, maar... Oh, hier kan ik dus niks. Great. Moet ik dan daar komen? Via hier heel toevallig. Ja, via hier moet ik eens komen. Ik moet dus zijn carrière gaan laten zinken. Hoe kan ik dat nog beter doen dan niet water? Mooi water, Rockstar. Graphics anno 2018. Of ben ik anno 2020 zeggen? Oké, geen sirenes. Dat is jammer. Ik heb wel iets geraakt al. Is dus nog niet partij lastig sturen, jongen. Dat vader is ietsjes te wild. Doet wel ietsjes damage. Beter dan niets. Ah! Loading screens. Ook zo leuk. Tonk. Don't shoot to the police. Zo, ik ga het wonder dat ik elke keer één kogeltje raak. Per keer. En dat is meer dan zat. En dan is het zo game over voor hem. En die regen helpt ook niet echt lekker mee. Als ik echt eerlijk mag zeggen. En niet gewoon afstand met rakettenwerpen kunnen gaan schieten. Dat is op zich wel een heel stukje makkelijker. Met granaten kunnen gaan gooien. Nou, dit is niet makkelijk. Waarom moet ik altijd zo hard stormen als ik deze missies doe? Waarom is ook een golfslag ook altijd? Er is wel wat damage elke keer. Misschien niet veel, maar... Ja, maar die ik doe, doet wel wat. Net weer één kogeltje raak. Als ik geen enkele kogel raak. Wow. Daarom is dat ook een slagschip. Op het water. Hé, dan heb die andere grote boot die ik ooit heb laten opblazen. Dus ook een beetje lucht in laten lopen, zo te zien. Ik ben nog te ver weg. Ja, ik ben dus te ver weg. Op zich niet zo heel veel damage. Wat de heck op die boot? Nou, toek, 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 toek. Of zit ik hier zometeen gewoon echt klem. Ah, kijk, een fan. Jongens, ik heb fans. Kijk eens, daar staat hij. Namelijk een fan. Even een andere strategie. Wij kunnen ook vanaf de kant misschien schieten. Zou dat misschien geen idee zijn? Ik gooi nog om heel random een balletje op met een idee. Laten we dat gewoon eens gaan proberen. De sniper kan ik best wel goed inzoomen. Zoals het een en ander kan. Het is niet de bedoeling dat je met je hoofd in een auto gaat zitten. Boom. Jongens, stop eens met die disco. Jullie maken een beetje herrie.
Klein beetje mouwen. Wow. Oh ja hoor, ik leg nog een auto op zijn kop. Chef, zou een klein beetje doorrijden. Rijd door. Mooi zo. Kan ik jouw auto overnemen? Mijn? Dan ben jij je auto mooi kwijt. Bedankt voor de ruil. Is very appreciated. Nou, ik zit weer een auto vast. Ik zet wel veel auto's vast vandaag. A place where you can go. With a police car. Nee, toch niet? Oké, daar niet. Jouw auto kan ook nog wel. Mine. Oproppen nu. Mijn auto. Hé, hey, regenboog. Oké, daarachter is die brug. Daar moet ik naartoe. Alleen, hoe kom ik daar? Zonder 16.000 kogels in mijn aas te krijgen. Waar is die brug? Die ik moet hebben. Oh, daar. Ik ben weer te ver doorgereden. Die ondertussen bijna standaard. What the fuck? Nou, niet. Dat ben jij niet. Oprotten. Ik wil hier rijden, niet jij. Jij bent mijn geen holwaard. Oké. Een andere kant. We gaan een andere manier proberen die ik net bedacht heb. Probeer om meteen weg te snipen eigenlijk. Want de sniper doet best wel veel meer damage dan een normale kogel, schijnbaar. Dus laten we gewoon eens proberen. Een granaat doet helemaal mooi damage. Dat zou helemaal prachtig zijn als dat zou lukken. Maar dat vind ik iets te riskant, want voor mij kun je niet zoveel gooien in deze game. Of ik zou een mod ervoor moeten installeren. Maar dan verneukt de game eindelijk weer. Lastig. Misschien met de sniper mislukt, maar ik wel weer mooi dichtbij om het opnieuw te proberen. Dus dat is wel weer een voordeel. Dan gewoon eerst met die sniper eens proberen. Ik wil dan een keer met de handgranaat proberen. En ik heb de hik. Alweer. Zo klonk het in ieder geval. Mooie building. Covered in glass. Ik wil ooit een vogeltje tegenaan vliegen. Op de 981ste verdieping. Ik wil geen glazen zetten hebben met... Bang voor vogelvrees. Voor dode vogeltjes. Maar wel een goede oefening. Oefening dood vogeltje. Mag hij daar ook oefenen die in het water ligt? Boom. Hop. Schiet eens op. Plomp. Erin. Kom, erin. Oké, daar gaan we. Poging tot. Steal a police boat. Zullen we het maar niet gaan doen? Oh, dat werkt helemaal niet eens. Nee, dat kan helemaal niet eens. Gewoon leuk bedacht, maar... Als het niet werkt, ja, dan heb ik er niet veel aan. Ook nog een hele andere kant hebben. Hé, hey, je kunt niet eens zien zwemmen in een zwembad. Wat is dat nut van het zwembad dan? Oké, dan gaan we gewoon een klein stukje maar lopen. Lopen is gezond, zeggen ze. Ik denk wel dat er geen Pokémon Go mod in deze game zit. Maar nog Pokémon kunnen spelen hier. Oké, dat zal best wel slecht zijn, maar... Hé, het kan. Ik breng nog een paar mensen op ideeën. Ik vind het nog helemaal niet zo'n heel slecht idee. Nou, wie heeft nou body armor nodig? Kost toch bijna niks. Hop. Gaat sneller dan lopen. Althans, dat heeft vallen altijd nog gedaan. Naar beneden. Oké, ik kan weer schieten.
Het water is nu een stuk rustiger, dat scheelt. Dat ding. Best wel heel wat schelen, denk ik. Kijk, maar nu heb ik al veel meer damage dan ik eigenlijk zo net had gedaan. Gewoon rechts gedeeltelijk bij hem in het spoor blijven. En hem niet laten ontsnappen. Wat echt belangrijk gaat worden. Zodra hij gaat ontsnappen, is hij te laat. En out of view komt. Oké, okay, hij heeft wel meer damage dan de vorige keer. Dat is ook wel best wat waard. Ik heb liever met mijn eigen wapens geschoten. Die zijn iets krachtiger namelijk. Hij is in ieder geval op de helft. Voordat hij de zee überhaupt op is. Alleen moet hij nou even over de helft. Dat kan helemaal mooi zijn. Dat is hij nu al. Maar het is helemaal geen slecht weer. Dat scheelt ook wel best wel veel. In ieder geval, hij rookt en hij brandt. Mission passed. Return. Heeft misschien eventjes geduurd. Maar hey, we hebben ook wat. Dit is boot geen andere wapens. Volgens mij niet. Nee, volgens mij ook niet. Zo zeg ik, het heeft in ieder geval wapens. Waar komt het eigenlijk uit dan? Oh, ik denk een random rots verdwijnt. Kijk, nog steeds minder detailed achter ons. Ik kan hier best wel heel mooi zien. We zijn eigenlijk iets te ver, wacht even. Hier moeten we eigenlijk ergens zijn. Maar kwamen we hier toch vandaan? Ja, daarachter. Dat was hem. Kijk, we hebben een loading screentje weer. Moesten we hier ergens zo meteen zijn? Ah nee, waar? Oh, daar bij de pier. Kijk eens. Wat zit hier achter nog eigenlijk? Heeft niks bijzonders. Wat snelheid minderen. Maar dan loop ik wel hier. Hop. Oh, niet het water in. Dat gaat niet goed. Kan wel. Maar alleen hij kan niet zwemmen. Is dat wat oefeningen visje in het water? Alleen visje op de bodem. Mag ik hierbij deze aflevering afsluiten? Dus laat een like achter, vergeet niet te commenten. En tot de volgende keer. Doeg.